Dag dames en heren, dag jongens en meisjes. Ik zit hier in de kerk in Simpelveld. En als ik hier zit, dan kijk ik immer naar dat glas in Loodvenster. Dat is een afbeelding van de apostel Thomas. Ik heb het met dat. Nou, wat weet ik ook niet precies. Je zou mij de ongelovige Thomas van de 21ste eeuw kunnen noemen. Kijk, ik ben rooms-katholiek opgevoed. Ben zelfs nog misdienaartje geweest vroeger. Dus wat voor met Christmas vieren, dat snap ik wel. En wat voor met de Porsche besteld staan, dat begrijp ik ook. Maar nu, het is Pinksteren. Pinksteren! Boete is alles aan het bloeien, de bui, de bloemkes, de struik, de lampjesten in de wei. En als ik dan denk aan, wat is Pinksteren eigenlijk? Wat herdenken voor, of wat vieren voor? Dan zoek ik dat op en dan zie ik staan, Pinksteren geeft u voor de uitstorting van de Heilige Geest. Mooi. Wat heb ik toch aan? Wie is dat? De Heilige Geest. Hoi, Erik. Oh, hoi, hoi. Oh, Erik, dat stond je best. Ja. We beginnen meteen. Goed, meteen ook. Ja, goed. Hè. Ja. Zeg, wat was je aan het bazen over de Pinksteren? Ja, ik wil een beetje op ikzelf aan denken over de Pinksteren. Maar ja, weet je wat het is? Nee, kijk, toen ben je een vriendje. Ja. Dat is mijn kameraad. Maar het is ook bestond. Die in Simpelveld, Bokkels, Ubersberg. Dus als ik meteen voor Pinksteren ga, dan sta ik al met 5-0 achter. Ja. Ja, kom op, dan kom ik op 10-3. Ja, weet je wel. Ja. Kijk, en als ik dan denk aan Pinksteren, dan heb ik het over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar wat moet ik dan met? Wat heb ik dan aan? Ja, weet je dat toen ze jong was, ja. Toen op stoortenschool kwam, heb ik zo'n verhaal verteld over de Bijbel. Ja, ja. Dan ging nog een keer weer voor Pinksteren. En op dat allereerste Pinksterfeest, we waren alle samen op dezelfde plek. En de wind ging heel helder, alsof er een grote storm ontbrak. En nog verscheen er mensen heel veel vuur. En het vuur zette zich in tongen neer op de kupjes van die apostelen. En toen wordt ze vervuld van de Heilige Geest. Ja, dat gaat voor mij. Dat gaat voor mij. Bla bla bla, tongen van vuur op de kupjes. En het is me allemaal te abstract. Kijk, ik snap best wel, als ik het wil ervaren, dan moet ik ook voor open zijn. Ja. En dat stond ik in principe ook waar, maar het is me te abstract. Kan het niet concreter? Nou, laten we even teruggaan naar het allereerste begin. Ja. Op de allereerste paasdag, toen er Jezus opstond in het graf, ja. Toen is ze van de eerste keer verschenen aan Maria Magdalena. En ze was zo blij dat ze hem haar zoon. En ze gingen vertellen aan de apostelen in Jeruzalem. Maar ze geloofden hem niet. Een paar dagen later verscheen er Jezus in een andere gedaante aan twee andere leerlingen. Toen die blijk waren de boos, want ze waren teleurgesteld dat er Jezus aan het kruis genageld was. Toen hadden ze alle hoop opgesteld en toen zogen ze in die zitten. De wind zag van Jezus: jongens, ik ben het. En ze herkenden hem aan het bereiken van het brood. En ze gingen terug naar Jeruzalem, enthousiast vertellen aan de anderen tot dat Jezus leefde, waarop die twee moeten niet geloven. En tenslotte verscheen dat Jezus aan de 11 apostelen tegelijk vertiend op een morgen op het strand niet ontbijt. En toen herkenden ze hem, hij leefde, hij was het echt. Maar dat Jezus maakte hun verweet over hun hardnekkig ongeloof, dat ze al die anderen nooit geloofd hadden, tot de leefde en opgestangen waren in het graf. En toen zag het eigenlijk hun nog aan het terug naar de hemel, jongens. Maar ik zal het niet alleen achterlaten, ik stuur je een helper. En zo gebeurde het. De apostelen gingen terug naar Jeruzalem, samen met de andere mannen, vrouwen met Maria, en bleven ze wachten tot de dag van Pinksteren aanbrak. En toen inderdaad, toen kwam de Heilige Geest, wie ik dit net vertelde. En ze waren zoveel vuur en enthousiast en niet bang, dat ze de deuren open gooiden en de wijde wereld introkken om over Jezus te vertellen dat hij niet dood was, maar dat hij
en dergelijke. Dus ze trokken toen de wijde wereld in. Ja. Misschien moet ik dat ook doen. Misschien moet ik ook eens een kerkje kijken. En krijg ik dan nog meer antwoorden op die vragen die ik heb. Ja, ik denk het wel. Ga maar eens kijken die met die grote rossenbeek werd gevonden. Maria wordt ook niet zo. Maria wordt er ook mee. Ga maar eens kijken in de streek. Dan zult ze zeker dat ze tegenkomen. Dan weet ik precies waar je komt. Ga er met mij met. Ja, zo wie ik tegen bestuur zag, ik ga eens op zoek naar de invloed van die Heilige Geest. En voor zachte tegen elkaar beginnen ze met Maria. En wanneer ze dan u van Maria hebt, waar kan ze dan verder beginnen als hier in ons eigen Maastricht, in die prachtige Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Achter mij op de achtergrond, dat prachtige pauselijk gekroonde beeld, het zogenaamde Sterren der Zee. En Maria werd natuurlijk nog op heel veel plaatsen op de wereld vereerd, maar ook hier in ons eigen Maastricht.
Tjonge, fijn om, om weer eens in deze kerk te zijn. In deze bizarre, zorgwekkende, maar ook bijzondere tijd. Eigenlijk heerlijk om hier weer de rust en de stilte te proeven. En te kunnen genieten van bezinningsmomenten, van stiltemomenten. En daarbij eigenlijk hopen dat de Heilige Geest bij ons neerdaalt en dat die tot ons doordringt en dat die ons warmte en licht geeft. En in dat kader misschien fijn om een verhaal te vertellen over Petrus. Petrus was een van de apostelen. En de apostelen trokken uit over de wereld, maar Petrus, die bleef voorlopig nog in Jeruzalem en in het Joodse land. En daar deed hij heel veel christenen dopen, daar deed hij mensen genezen en vervolgens trok ook hij de wereld in. Hij heeft in Griekenland en in Turkije heeft hij heel veel kerken gesticht. En na verloop van tijd werd hij toch getrokken door de stad Rome. En in Rome, daar was helaas niet aan de hand, daar was keizer Nero en die zorgde ervoor dat heel veel christenen vervolgd werden. Uiteindelijk heeft hij dan ook daar besloten om weg te gaan uit Rome. En toen gebeurde er iets bijzonders. Op zijn weg, onderweg, kwam hij in een visioen Jezus tegen. En Jezus zag hij lopen met een kruis op de schouder. En hij dacht, wat is dit? Hij vroeg aan Jezus, wat is dit? En Jezus zei, ik ga terug naar Rome om me opnieuw te laten kruisen. En toen was voor Petrus de boodschap duidelijk. Hij pakte zijn handeltje bij elkaar en ook hij ging terug naar Rome. Maar daar duurde het niet zo lang en dan werd hij namelijk gevangen genomen en hij werd gedood. En hij wilde echter niet, dat vond hij onrein, op dezelfde manier sterven als Jezus. En hij is vervolgens ondersteboven aan het kruis gekruisigd. Een broer van hem, dat was Andreas, men noemde Petrus ook Simon Petrus trouwens. Een broer van hem was een van de eerste apostelen. En hij was net als Simon Petrus, was hij visser. En hij heeft vooral rondom de Zwarte Zee veel mensen gedoopt en heeft daar heel veel gepredikt. Van hem is eigenlijk niet zo heel veel bekend in de Bijbel. Wel dat hij net als zijn broer visser was. En eigenlijk kun je dus zeggen dat ze uiteindelijk door het prediken en het christen maken een soort mensenvissers waren, redders van de mensen. En op die manier heeft Andreas vervolgens ook nog in Griekenland en langs de Zwarte Zee, maar ook in Griekenland, heel veel mensen gedoopt, christen gemaakt, maar daar is hij uiteindelijk gedoopt. En dat was weer op een hele bijzondere manier gegaan, want ook hij wilde niet, zoals Christus, aan een traditioneel kruis gekruisigd worden. En hij werd gekruisigd aan een diagonaal kruis, een X-vorm. En vandaar ook de naam Andreaskruis, wat we nog steeds kennen. Vervolgens heeft hij daar 2 dagen al zijn lijden moeten dragen. Maar tijdens die dagen heeft hij zelfs naar zijn folteraars toe
heeft hij gepredikt en is hij blijven prediken totdat hij doodging. En Andreas is uiteindelijk in, zeer waarschijnlijk in Patras in Griekenland begraven. U die liefde bent en van ons houdt, u bid ik om ontferming voor alle mensen die het moeilijk hebben in deze tijd. Omhul ons allen met een mantel van liefde. Versterk het vertrouwen in ons dat u altijd bij ons bent, ook nu. Laat mijn hart op u gericht mogen blijven. Dan zal ik innerlijk rustig kunnen blijven en mij niet laten meeslepen door de stress en onrust. Zegen het werk van artsen en verzorgenden. En dank u wel dat er zoveel mensen zijn die vol liefde anderen bijstaan en helpen. Mijn God, ik leg in vol vertrouwen mijn onrustige hart in uw handen. Mogen uw liefde ons rust en vrede schenken. Amen. Ja, en wens ze dan op Zeukgeest en de Bissum Streeg, dan moest ze natuurlijk ook even hier naar de prachtige Sint-Servaas-basiliek. Kieken of ik toch ook het merk van de Pinkstergedachte. Ja, we staan hier bij de noodkist van Sint-Servaas in de Servaas-basiliek, bovenop het graf van Sint-Servaas. En als je het hebt over de Heilige Geest, dan moet u eerst als een beetje chauvinistische Limburger zeggen, ja, de Heilige Geest is natuurlijk eigenlijk gewoon een broer van de Maastrichtergeest. Dat zeggen ze tenminste hier in deze streek. En dat geeft aan dat we hier wel weten in Limburg, als het thema geest valt, dan kunnen we daar ons niet bij voorstellen. De esprit die je voelt in het leven, het saus die over het leven gaat, datgene wat je in beweging brengt, is niet iets abstracts voor mensen in Limburg in deze streek. Waarom staan we hier bij de noodkist en waarom sta ik hier bij de noodkist? Waarom heb ik iets met Sint-Servaas? Trouwens bij twee mooie heilige beelden die er flankerend bij staan. Sint-Albertus, de enige Limburgse Maastrichtse heilige in de geschiedenis, een navolger van Sint-Servaas en Sint-Servaas zelf met de sleutel in zijn hand. Servaas was de eerste die in deze streek het geloof verkondigde. Dan hebben we het over de derde, vierde eeuw. En dan moet je je voorstellen dat toen in deze streken er gewoon onrust was. Er trokken volkstammen rond, de hunnen waren in de buurt en in Tongeren was het onveilig. En daar kwam een man uit, wat wij nu zouden zeggen, uit Turkije, uit Armenië, kwam deze streek in en verkondigde daar de liefde, verkondigde daar de boodschap van het evangelie. Hoe dat precies zal zijn gegaan, daar kunnen we ons altijd bij voorstellen, hebben mensen ook altijd verhalen over verteld. En dat heeft geleid tot heel veel legendes rond Sint-Servaas. Zijn zelfs waar ze zijn, heeft hij nou echt toen geleefd of was het wat later? Maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Vanaf het begin hebben mensen naar Sint-Servaas opgezien. En Sint-Servaas kwam uit Tongeren hier voor zijn eigen veiligheid. Hier lag een kastel van de Romeinen en hij heeft hier bescherming gevonden. En vanaf hier is het werk van Christus, het verkondigen van het evangelie, heeft plaatsgevonden in de hele streek. Rondreizend van de Ardennen tot aan zeg maar, de Rijn, wat nu de streek rond Nijmegen is. Dus Servaas is heel erg belangrijk geweest om dat verhaal te vertellen en na hem hebben zo'n 21 mensen op de bisschopszetel van Maastricht gezeten. En eigenlijk nog steeds, 1600 jaar later, trekt Servaas mensen aan. Ik weet niet of u de heiligdomsvaarten kent, één keer in de zeven jaar, of u de Servaas processie kent, of u de Servaas bronnen kent, of u Servaas kent bijvoorbeeld omdat hij ook elders in deze streken kerken heeft, dat er relieken van bekend zijn. Maar ik nodig u echt een keer uit om, als u in Maastricht bent, om daar iets meer van te weten te komen. Want hij is het toch geweest waarom wij nog steeds weten wat de Heilige Geest doet, wat Pinkster is. Hij kwam uit een ander land, sprak hij Armeens, sprak hij Turks, sprak hij Aramees en hij heeft toch de taal gesproken van de mensen in deze streek. En dat
is denk ik op het Pinksterwonder ook dat je, als je het hebt over Jezus Christus, als je het hebt over het evangelie, dat je dat in alle talen kunt uitspreken. Dat heeft hij gedaan. Hij kwam van heel ver. Hij heeft het verteld. En een van zijn opvolgers, Lambertus, die zal het gewoon in het Maastrichts of in het Limburgs hebben gedaan. In welke taal dan ook. De boodschap van Christus is gewoon universeel. Ik heb er wat mee, omdat ik uit deze streek ben. Ik heb iets met Lambertus, omdat ik in die parochie geboren ben. Dus als het geloof ook nabij komt, en wat kun je meer nabij krijgen dan bij de relieken van een heilige, dan voel je, bij wijze van spreken, ook die geest werken. Ik wens iedereen toe, in deze donkere tijden van coronavirus, dat ze de moed en de kracht krijgen die eigenlijk vanuit die heilige geest ook komt. Dankjewel. In Maastricht. De heilige Servaas had hier op deze prachtige plek zijn laatste rustplaats gevonden. Dag, leeflui. Ook ik ben hier met Nicole, mijn dochter, naar de kerk in Bochus gekomen. Het is houdt allemaal plannen, maar die kennen in verband met de crisis wat voor nu aan niet doorgaan. Ik ga nu een kerstje aangemaakt en ik ga je beend dat we vlot, warm het ziet terugkrijgen hoe wij voor samen met vriend en familie bij je kunnen komen. In dit ziet van Pinksteren vertel ik genoeg over apostel Johannes en apostel Jacobus. De Johannes en de Jacobus, dat waren twee broer. Het waren visseren aan het meer van Galilea. Juist wie ook door Petrus en Andreas dat waren. Jezus houdt hun je over en je vraagt een visser van de luid te zien. De Johannes stond samen met Maria, de mam van Jezus, onder het kruis, wie Jezus gekruisigd wordt. En Jezus zei toen tegen hem, Johannes, zie daar, uw moeder. Vanaf dat moment leefde de Johannes samen met Maria, de mam van onze Herrejord. Na de Pinksteren bloofde de Johannes in het bijeen in Jeruzalem. Hij predigde door het evangelie, hoewel je ook nog eens een keer in een gehandicapte aan de tempelpoort geneest. Later ging hij, samen met Maria, naar Efeze. En Efeze, dat liet in een land hoe nu Turkije is. Het zingt dat hij daar op hoge leeftijd gestorven is. En hij is de enige van de 12 apostelen die in een normale dood gestorven is. Dat je het over Jacobus de Meerdere. En de Jacobus de Meerdere, hem kennen we natuurlijk al, omdat hij met Oostkerk Heijenbogus verwongen is. Na de Pinksteren zou apostel Jacobus de Meerdere in het land, hoe nu Spanje is, gepredigd hebben. Op een gegeven moment is hij even teruggegaan naar Jeruzalem. Daar weigerde hij te debatteren met de koning. Hij wilde dat niet, maar dat kwam hem zwaar te storen. Hij wordt met het zwaard onthoofd. Hij was zo de eerste apostel die in een marteldood ondergangen is. Zijn lichaam zou spierder met een boot aangespoeld zien aan de kust van Spanje, bij de plaats Santiago de Compostela. Daar zou hij ook begraven zien. En ter ere van de Jacobus is in dat Santiago de Compostela door de hand een heel schön basiliek gebouwd. Nog immer is Santiago de Compostela een bedevatoord voor heel veel pelgrims die door ieder jaar weer omheen doven. Een van de meest herkenbare symbolen van die pelgrims die naar Santiago gaan, is de schelp, de zogenaamde Jacobschelp. En die schelp, die herinnert ons aan de Spaanse kust, hoe die schelpen gekweekt worden, precies op die plaats waar de Jacobus aangespoeld is. Dit was mijn verhaal over de apostelen. De schelp, die hou ik heen, die had ik nu met je gebracht,
Maar die wil ik ooit zelf nog eens meenemen naar Santiago. Ik wil daarheen lopen. En één ding beloof ik u, wanneer ik daar ben, steek ik voor u allemaal een kaartje aan. Voor nu wens ik u zo'n Pinksterdag. Ik wens u heel veel gezondheid. Maar ik hoop, en dat wens ik u vooral, dat er allemaal vlot werden met uw familie en vrienden bij je kinderen. Na de avonturen in Maastricht ben ik aanbeland hier in Roermond, bij de Sint-Christoffel-kathedraal. En in de Sint-Christoffel-kathedraal is een kapel ingericht ter vereering van de apostel Jacobus de Meerdere. Ik ben benieuwd of ik ook toch het kan ervaren van de geest van Pinksteren. Vergun kieken. De kapel van Jacobus de Meerdere, hier in de Sint-Christoffel-kathedraal in Roermond. Wie bijzonder is dat? En Roermond ligt natuurlijk aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. En vanwege die vereering van Jacobus de Meerdere had Roermond een bijzondere band met die mooie Spaanse stad. Ik ben blij dat ik u op deze manier heb mogen vertellen. Ik hoop een hart onder de riem te kunnen steken. We kennen elkaar veel moeilijker ontmoeten op de straat of elders. En nu kan ik toch, ja, hopelijk u gaat vertellen over apostel Philippus en apostel Bartholomeus. Het waren namelijk heel lang geleden twee vrienden van elkaar. Die ook door Jezus leren kennen. En eerst was het Philippus, wat een leerling van hem door. Naar de hand wordt door Bartholomeus ook een leerling van Jezus. En Jezus vertelde hun, leerde hun van alles in naam van God. Ja, wie moest de goede dingen uitdragen. En die wilden dat ook proberen te doen, zo wie door Jezus. Maar net zo wie er nu in een tijd van angst en onzekerheid door de corona leven, hè, we zijn allemaal weten niet hoe het heen gaat en we hopen wel dat het allemaal goed kunt, zo houden die apostelen dat in de tijd ook die gevoelens wat voor nu ook hangt. Had Jezus zich gewoon met zijn vader, met de hemel
vaart en dan zag ik een wal van ik stuur u nog de Heilige Geest terug, maar wat wordt dat, de Heilige Geest? En ze waren helemaal in vertwijfeling van wat we voor dat dan gewoon uitdragen, dat geloof. Onze beste vriend Jezus is gestorven en het is niet allemaal zonder gevaar. Dus ze waren ja, heel erg onzeker en ze komen ook binnen met alle lui om hen heen in de tempel om de Heilige Geest te ontvangen en wat het dan wordt. En onderin komt er een wind door de ruimte en ze wisten hier een zekere mens wat ze moeten doen. Ze gingen naar boeten en gingen verkondigen wat er Jezus wel geleerd had, het geloof in God de Vader. En ze toonden barmhartigheid, naaste liefde. En ze gingen uitspreken over de ganse wereld. En ze durfden door Filippusstad en Bartholomeus ook. Allebei gingen ze naar eigen gebied op de wereld. Filippus is ook in Griekenland. Naar de hand komt hij in Turkije terecht. En dan komt hij ook met zijn vriend Bartholomeus in een tempel. Die verslangen geëerd wordt. Daar houden ze een hele grote reuzenslang. Stond ze oog in oog met. En Filippus had die doodgemaakt. En het ook middels gebed, ook de bevolking die gebeten wordt, door die slang genezen. Dus het wordt prachtig. Maar ondanks dat mooie, worden er toch nu die zich bedreigd voelden door de Filippus. En ze hadden hem eigenlijk op kop gekruisigd en gestenigd, goed gemaakt. Ja, dat was verschrikkelijk. En de Bartholomeus, de woorden erbij, dus. De vond het natuurlijk ook in de tijd afschuwelijk om zijn vriend te verlezen. En hij moet toch naar opdracht van Jezus het geloof blijven verkondigen. En ja, hij had toch hou vastgevangen aan het geloof. En hij is weer gegaan en hij ging in Irak, in Iran. En uiteindelijk in Armenië is hij terechtgekomen en daar is hij dan ook door het gewoon de waarheid te vertellen. Door Louis en hem heen levend geveld en op kop aan het kruis gehangen en doodgemaakt. Ja, wie verschrikkelijk is dat? Het zijn geen bemoedigende woorden natuurlijk, maar ze had ook in, ondanks alle onzekere tijden, toch vast kunnen houden aan het geloof. En zijn gewoon weer gegaan met God doen voor alle Louis en hem heen. En ik zie nu ook, ik ben zelf verpleegkundige, in deze tijd van corona, het zijn hele moeilijke tijden, maar er gebeuren ook prachtige dingen om me heen. Ja, dat mensen elkaar heel erg helpen, kwetsbare lui werden geholpen door familieleden, door de omgeving, ondanks de anderhalve meter, wat heel erg moeilijk is, werden ze niet in de steek gelaten. En ook collega's van mij gunt, door mensen die heel erg ziek zijn, met toch wel een stukje onzekerheid over hun eigen leven en omgeving, gunt mensen helpen. En dat is fantastisch. En daarbij niet alleen deze tak, maar er zijn heel veel meesters, juffen, politiemensen, lui die groenten verbouwen in onze kring, en fruit. Winkeliers die allemaal heel hel aan de bak gaan voor anderen te helpen. En dat is prachtig om te zien. Dus ja, daarmee wil ik iedereen bemoedigen eigenlijk om te durven te gaan. Want samen kennen we het. Samen weet ik dat voor het verschil maken. En houd het vol, houd pijn. Op zoek naar de Heilige Geest. En ik ben al op een paar plaatsen geweest. Maar nu stond ik hier in Houten, vlak bij Valkenburg. En hier stond ik in de prachtige pelgrimskerk en parochiekerk ter ere van de heilige Gerlachus. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook hier het zal merken van de invloed van de Heilige Geest. Thank you.
We staan hier in het heiligdom van Sint Gerlo en hier op de wanden ziet u het leven van Gerlachus schitterend uitgebeeld in de fresco's die aangebracht zijn, de schöpf beroemde fresco's. We beginnen het leven hier van Gerlachus als ridder paard, ridder reiter. Ridder was onderscheidend ten opzichte van de gewone mensen, want de gewone mensen hadden misschien een ezeltje, maar ridder zou schitterend paard. En hier zie je die schimmel. Gerlachus was een losbandig ridder. Hij hield van toernooien, steekspelen, drinkgelagen, eigenlijk alles wat God verboden had. Hij komt hier terug van een toernooi dat hij weer gewonnen heeft. En hij krijgt er een brief voor behandeld, een zwarte zegel. En dat is een onheilstijl. Dat betekent dus dat er iets heel ernstigs gebeurd is. En in die brief staat dat zijn jonge vrouw, waarmee hij net getrouwd was, is overleden, verongelukt. Dan zien we de laatste twee fresco's, Gerlachus bij de waterput. En daar komt water uit de put, dat hij iedere dag ging drinken, maar dat verandert tot 3 maal toe in wijn. Want hij had hier beloofd dat hij een arm leven, een sober leven zou leiden en nooit meer in zijn leven vlees zou eten of wijn zou drinken, het voedsel van de rijken. En dat betekent dus dat hij gaat sterven, zijn einde nadert. En dat zien we afgebeeld op de laatste fresco. Dan overlijdt Gerlachus en Sint Servaas, die zo vereerd had, daalt uit de hemel neer om hem de laatste sacramenten toe te dienen. En dan wordt hij begraven op de plek waar zijn holle eik heeft gestaan. En die holle eik heeft hier gestaan waar nu zijn praalgraf is. En daar is hij 10 jaar begraven en toen zijn relieken uit het graf gehaald, of eigenlijk zijn beenderen. En die zijn toen via de middeleeuwse zogenaamde elevatio in een schijn gelegd. En toen werd Gerlachus eigenlijk heilig verklaard, als het ware, door de pelgrims. En dan ontstaat een klein kloostertje, een houten kloostertje. Dan komt een Romaans klooster, dan een Gotisch klooster. En wat we nu eigenlijk zien, dit barok-ensemble, renaissance-ensemble, is het laatste kloostercomplex van Sint-Gerlach tot de Franse revolutie. Dan gaan we nu naar het graf van Sint-Gerlach. Hier was dus het graf van Sint-Gerlach. En toen hij hier begraven lag, kwamen de pelgrims de heilige grond uit het graf halen. En dat smeerden ze tussen de horens van het zieke vee of gaven het aan zieke mensen. En toen dus zijn beenderen uit het graf waren weggehaald, moest er iets anders voor in de plaats komen. En sindsdien is hier dus dat zand in zijn graf gekomen. En dat wordt iedere keer weer aangevuld en door de pastoor gewijd en gezegend. En de pelgrims die halen dus hier een zakje. Dus het gewijde zand uit het graf van Sint-Gerlach kun je meenemen. En de boeren die strooiden op de akkers, de mensen in de tuin, maar het wordt ook aan zieke mensen gegeven. En zeker nu in de tijd van corona is dit toch een zeer heilzaam zand. Dus ik maak het zakje goed dicht en ik geef het u mee om misschien dat te geven aan zieke persoon of iemand anders die het nodig heeft. Het gewijde zand van Sint-Gerlach. Ja, Pinksteren is natuurlijk groot feest, maar bijzonder hier in Houten Sint-Gerlach. Want dan trekt de processie uit en daarna is het kermis. En als kleine jongen, want ik ben geboren en getogen hier in Houten, mocht ik op de lagere school lid worden van de pagegroep. We waren mooi als ridderlijke pages aangekleed. En die pagegroep die liep mee in de processie en die droeg de relieken van Sint-Gerlach. Dus als kleine jongen heb ik hier in het dorp nog de relieken van de heilige mogen dragen. En nu ben ik sinds een aantal jaren provoost-generaal van de schutterij Sint-Martinus in het dorp. En ieder jaar, als de processie uittrekt, loopt de schutterij voorop in de processie. Die trekt dan door het dorp en door de velden. Dus Pinksteren is voor mij iets heel persoonlijks dat verbonden is met het dorp. En vandaar dus dat ook de Heilige Geest hier ook zo mooi is uitgebeeld in
deze fresco die zijn geest uitspreidt over Gelaches en over de parochianen van Houtum Sint-Gerlach en alle pelgrims en bezoekers die hier op Château Sint-Gerlach op bezoek komen. Al die heilige apostelen die trokken de wereld over om het verhaal van Jezus te vertellen. En niet alleen die apostelen zo zijn voor nu, maar ook al die pelgrims. En een van die pelgrims, en dat hebben we van net gehuurd, was de heilige Gerlaches. In deze bizarre coronatijd, die we niet snel zullen vergeten, omdat we onze dierbaren missen, het dagelijkse ritme, ons gewone leven, steek ik hier vandaag een kaarsje aan in deze kerk en wil ik jullie iets vertellen over de apostel Thomas de Ongelovige. Nadat de Heer was opgestaan uit de dood en voor het eerst bij zijn leerlingen aankwam, sprak hij tot hen. Nadat de leerlingen dit aan Thomas vertelden, zei Thomas, dit geloof ik niet. Ik geloof het pas als ik hem zie, als ik zijn handen in mijn voel, de gaten van de nagels zie en voel, pas dan geloof ik. 8 dagen later kwam Jezus weer bij zijn leerlingen. Nu was Thomas wel aanwezig en hij sprak tot hem, geef me je handen. Nadat Thomas dit deed, zei hij, Heer, Jezus, ik geloof. Na de Pinksteren deelde hij de leer van Jezus in het huidige Iran en India. Thomas stierf als martelaar. Matthäus, de apostel Matthäus, bekend de tollenaar. De tollenaar inden het belastinggeld van het volk. Zij waren niet geliefd bij het volk, omdat zij vaak het geld in eigen zak staken. Matthäus is de schrijver van het eerste evangelie. Na de Pinksteren verkondigde hij de leer van Jezus Christus aan in het huidige Iran en Irak. Ook hij stierf als martelaar. Ik hoop velen van u snel te mogen begroeten in het biechthuis tegenover de kerk. Ik brand een kaarsje voor iedereen die het nodig heeft en voor de heropening van de horeca. Voor nu, blijf gezond, tot snel en fijne Pinksterdagen. Ja, en nu stoon ik hier in Münster gelegen. En hier achter mij de Pater Karelkapel. Een bijzonder verhaal van een jongske wat jaren geleden hier geboren is in ons eigen Münster gelegen. De Pater Karelkapel, ik ben ervan overtuigd dat ik ook hier het kind zien, kind voelen van de Pinkstergedachte. Hallo allemaal, ik ben vandaag hier in Münster gelegen bij de Pater Karelkapel. En voor mij is dit toch wel een hele bijzondere plek. Ik moet zeggen, ik ben hier te lang eigenlijk niet geweest, maar nu op dit moment vond ik dat ik toch even terug moest komen en mijn kerstje aan te maken. Ik ben hier nu hier geleden geweest samen met mijn mam en mijn oma. Toen word ik pril in verwachting van onze oudste dochter en voor een voorspoedige zwangerschap heb ik toen een kerstje aangestoken. En zo ik Biegel zag, mijn oma was er ook bij. En mijn oma ligt nu helaas sinds 7 weken in een verzorgingshuis. Dus ik heb er al 7 weken niet meer kunnen zien. En ja, ik wil toch eigenlijk heel graag voor haar een kerstje aanmaken. Wie het leven
Straks zal ik met mijn kinderen naar dat kapelke gaan, waar ik met zwart gevouwen heng, met modder heb gestaan. Dan zal ik ook mijn kinderen leren bijen op die bank die door al jaren steekt, misschien al eeuwen lang. Zo zijn er duizend plekjes hier in ons Limburgs land, waar jeker een naartoe gaat met een welbloem in de hand. Waar mijn moeder mij geleerd heeft om te blijven, wie het leven dat altijd van mij verlangt. Ook al ken ze mij geliefde niet meer geven, toch zeg ik dek nog stil, mijn man, du bist bedankt. Dan zeg ik dek nog stil, mijn man, du bist bedankt. De Pater Karel Kapel in Münstergeleen. Een verhaal van Drieske van de Meulen. En nu nog immer komen zoveel lu van hier bij ons in Limburg, maar ook van daarboven, hier naartoe in Münstergeleen om hier rust en stilte te vingen. U voor Pinkstergedachten gekald. Samen met haar pap had ik graag een kerstje aangemaakt. Een kerstje wat ons allerlei een beetje bijeen brengt, met vandaar het terugdenken. Maar ook een kerstje wat ons allerlei het lid mag brengen. In dit filmpje vertel ik het over twee apostelen. Om te beginnen met haar Jacobus de Mindere. Wat haar Jacobus precies gepredigd had, dat wees van niet. Er staat namelijk heel weinig over hem geschreven in het Nieuwe Testament. Wat voor wel wezen is dat hij niet alleen in deze kerk, maar ook op andere plaatsen op deze wereld gezien werd als de eerste bischop van Jeruzalem. Samen met de apostel Philippus is hij door steniging gestorven. Vervieren ze dan ook samen op de 3e mei. De tweede apostel waar ik geen van wil vertellen, is de Judas Thaddeus. Net te verwisselen met de Judas Iscariot, dat er Jezus verhandelt. Thaddeus was een bijnaam. Dat betekent zachtaardige. Deze Judas predigt in de omgeving wat heutse dag Syrië en Irak werd genoemd. Met de Simon de IJveraar ging hij naar Perzië. Daar stierf hij met een verschrikkelijke dood. Op de plaats waar zijn lichaam begraven is, staat nu de Zwarte Kerk. En op die plaats kan van de Judas Thaddeus nog immer herdenken. Ik zou nu aan het laatste van dit filmpje u allen een hart onder de riem willen steken. Ik zou u ook een jouw gezondheid en een schön Pinkster willen wensen. Maar bovenal wil ik u een boodschap van liefde overbrengen met het volgende gedicht. Want alles zou geet en op schloos, want angst liegt ze regeren. Los verdan met een offer hart, leefde en verbinding creëren. Leefde kent immer naar boezem, ook want de deur zo je schloosse bliet. Dus jef juist nu in deze tijd de leefde plaats, omdat alleen de leefde angst verdrieft. Ik sta hier, dames en heren, op de Wittemer Allee. En hier achter mij bevindt zich het bekende klooster van Wittem. In 1732 leefde hier een graaf, graaf von Plettenberg. En daar hou hij een kasteel laten bouwen. En neven dat kasteel had hij toen hier dit klooster laten aanbouwen.
Dit is een plek waar ik ontzettend graag kom, al mijn hele leven lang, ook als kind, met mijn oma, de voet op de witte, dan ook met papa en mama heel vaak. En ook in deze tijd vind ik het een plek waar ik graag tot rust kom, want het is een moeilijke en ingewikkelde tijd voor heel veel mensen. Of ze noemen de zorgwerkers, of ze zelf ook dat de coronavirus heeft en moet strijden, of ze misschien al ook helaas de familie verloren hebben in deze tijd. Dat zijn allemaal hele moeilijke tijden. Ondernemers hebben het voor. Mensen hebben het zelfs voor, omdat ze hun vrijheden opeens moeten opgeven. Dus het is een hele verwarrende tijd. En ook voor mij als burgemeester om door samen met mijn team in de gemeente een beetje leiding aan te geven, is pittig en dan hebben ze ook wel eens een rustpunt nodig. Wat ik ook belangrijk vind in die tijd, hebben we heel veel meningen, we hebben emoties, we hebben dialogen, we dommelen, voornamen, met zus of zo. Dat is allemaal hoog, maar voor mij is het heel belangrijk dat we er samen doorheen komen. En dat is ook een beetje het vuur van Pinksteren, wat we door moeten geven. Dat is de enige manier, ben ik heilig van overtuigd, om deze tijd te doorstaan. We moeten er echt met elkaar doorheen. We moeten elkaar vasthouden en niet nog meer op de ring komen. En ja, daar heb ik af en toe ook geen steun nodig. En dat vind ik dan ook hier op deze plek. En ik hoop met mij dat we er ook zo goed doorheen komen, dat we elkaar goed gaan vasthouden en dat we weer een andere tijd tegenwoordig kunnen zien met elkaar. Ja, leef nu. En ook in deze tijd weten nog heel veel lu van hier in Limburg, maar ook buiten Limburg, het klooster Wittem nog te vingen. Voor een moment van stilte en een moment van rust. Kortom, klooster Wittem, een pleisterplaats voor de ziel. Het is mei 2020 en eigenlijk zou dit het jaar van de 74-jarige bevrijding van gans Nederland moeten zien. 74 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En in deze tijd moet ik vaker denken aan een klein Joods jongske die 2 jaar ondergedoken wordt in Griersbeek, Retersbeek. De morg dat 2 jaar dat er door woor beneden het hoes hoort, af en toe een stukje lopen rondom het hoes, af en toe nog een kerk. Maar het woord eigenlijk wie het nu is met veel nu, quarantaine, isolatie. En het is wat dat betreft wel een aardige vergelijking met wie we nu op zijn, in deze tijd de corona crisis met elkaar moeten metmaken. Ik moet het zeggen over 2 apostelen. De eerste is Simon de IJveraar. Dat worden een vrunk van de Judas en dat worden een zeloot. De zeloten dat worden eigenlijk een politieke groepering waar de Romeinen een gruwelijke hekel aan houden. En ik weet niet wie dat precies is gegaan, maar die zijn gewoon prediken ver van huis af in Egypte en in Perzië, het huidige Iran. Die 2 zijn op een gruwelijke manier aan hun einde gekomen. Die zijn in stukken gezeegd, dat ze ook precies en zeker wisten dat ze dood waren. Daarom werd er Simon ook afgebeeld met een zier. 2e apostel, dat is de Matthias. Matthias is de apostel die door de overgebleven apostelen in de plaats is benoemd van de Judas. En Matthias wordt een prediker in Ethiopië. En ook Matthias is op een gruwelijke manier aan zijn einde gekomen. Ook de marteldood gestorven. Er zijn allerlei scenario's. Hij zou gestenigd zijn. Hij zou gekruisigd zijn. En er zou ook
onthoofd zijn. En daarom is dat dus afgebeeld met een bier. Gruwelijk. Hij is naar de hand naar Rome gebracht, althans zijn beenderen. En uiteindelijk is zijn laatste rustplaats Trier geworden, waar hij tot de dag van vandaag werd geëerd. Ik ben al op zoveel bijzondere plaatsen geweest. Grote kerken, kleine, serene kapelkes. En nu hier, achter mij, prachtig in de natuur, de Sint-Rosa-kapel in Sittard. We hebben al zoveel verhalen gehoord van die apostelen. Net nog over Simon de IJveraar en over Matthias. Je weet wel, de plaatsvervanger van Judas is Kariot. Je hebt al zoveel inspirerende verhalen gehoord. En ik weet zeker, hier in de natuur, bij de Rosa-kapel, daar zal ik de Pinkstergeest ook nog wat tegenkomen. We zijn hier in de Rosa-kapel in Sittard, boven op de Kolenberg. Dat is, Sint-Rosa is voor Sittard de heel bijzondere patrones, de patroonheilige van Sittard, die Sittard heeft beschermd. 350 jaar geleden, zo gaat Borat, tegen gebruik van de pest, ook voor een besmettelijke ziekte. Sittard heeft gebeten bij Sint-Rosa en is gespaard gebleven. En Sint-Rosa is altijd in ere gehouden in Sittard. Sint-Rosa komt uit Lima, Peru. Zij komt nu in Sittard aan een hele goede Peru. Het wordt de eerste heilige trouwens van Zuid-Amerika, 16e eeuw. Maar dat leert eigenlijk een beetje heel gek verband met het verhaal van Pinksteren. Met Pinksteren zorgden die leerlingen bijeen, die hadden angst, die durfden niks. De Heilige Geest kwam en ze deden de deuren open en ze zagen we hebben groot en groot nieuws, dat er zich meer is verrezen, dit is Bibels, we hebben eeuwig leven. En dat zien ze overal gewoon vertellen. Dat is 2000 jaar geleden. Die boodschap is de wereld overgegaan. Beginnend in Israël, het Middellandse Zeegebied, in Spanje terechtgekomen, de Spanjaarden zijn en dan hebben we, in de 15e eeuw kallen, zijn die in Amerika terechtgekomen en daar heeft zich dat, die boodschap ook verspreid. Intussen zorgde hij al lang in Sittard Dominicanen die van diezelfde boodschap, van hetzelfde woord leefden, die ook het Middellandse Zeegebied oorspronkelijk komen. En die Dominicanen, hier, de Dominicaner kerk, de Paterskerk van Sittard komt ervan. Die Dominicanen, die hebben Sint-Rosa hier gebracht, want Sint-Rosa was Dominicanes. Dat wil zeggen, ze hoorden de bij, ze zaten in een klooster, maar ze zaten eigenlijk heel eenvoudig, en zo kent ze dus ook eigenlijk werken, zo kent ze ook leven van Gods woord, in het tuinhuisje van het oude Goes. En dan zouden ze, door bijten ze, wat deed ze boete, door zorgen ze al voor, we hebben nu doorgegeven ze af en toe geboet, maar ze bleef dus eigenlijk gewoon toes. En ik had ook niet nog even zeggen, want de kapel ligt boven op de Kolenberg, een heel schoon bosrijk gebied. Eigenlijk is dit het tuinhuisje van Sittard, waar Sint-Rosa nu een plaats heeft gevoerd. En die boodschap van Sint-Rosa, hoe zie van leven, die leven nog altijd, ook voor ons. Ik spreek nu plat, ik doe dat in mijn eigen taal, omdat ik heb begrepen dat de meeste mensen dat wel zullen verstaan. En dat is precies wat die leerlingen ook deden, bij de eerste dingen zo gesproken gingen, deur open, en ieder hoorde spreken in de eigen taal die gesproken, de taal die nu verstoken. Onze meneer wil dus woord geven die
verstaan, die van begrepen dat we daar goed kunnen leven en dat we daar goed kunnen merken die beurt die hij ons geeft, die draagt in ons oog en die geeft ons kracht om onze levensweg te gaan. Het is een oorzaak naar het huil, meneer, en die is van veel goed in zit wat gekomen met deze kapel. Wij net hoe weer komen, in elk geval hopelijk voor u allemaal door Gods liefde gedragen dat we weer komen en dat we de taal kunnen spreken die hij ons te spreken geeft. Dank, alle goeds voor deze Pinksten. Wat heb ik toch allemaal metgemaakt? En hier als laatste in de natuur in Sittard bij de Rosa-kapel. Zoveel inspirerende verhalen. Zoveel prachtige gebouwen. Zoveel lui die mij van alles vertellen. Nou, die Pinkstergeest liek wel alsof nu bij mij ook van alles binnen begint te brennen. Zo'n klein vuurtje. Ik ga terug naar René. Ik ga het hem vertellen. René! Ja? Hoe ben je? Wie is dat? Ja, ik, Erik. Oh, wat leuk. Kom weer. Ja. Kom verder. Kom, zet ik even erbij. Wissen, wat op. Zet ik. Ja, fijn. Oh, René, ik moet het even vertellen. Nou. Weet je nog dat voor u de Pinkster houden? Ja. Mijn lieve minskeer. Ik ben op zoek geweest. Echt waar. En dat had mij voorgebracht. Wat heb ze allemaal metgemaakt? Maar... Wat had het je gebracht? Ik wist niet dat hij in Limburg alleen had. Ja? Zoveel bijzondere plekken worden. Oh ja? Ja! Vertel eens. Doester, ik ben uw verhaal geweest. Ik ben op plekken geweest. Ik heb verhalen gehoord van nu, van het verleden en zoveel verschillende. Het liek wel alsof er een vlemke in mij aan het brennen is. Oh ja, een vlemke? Ja. Maar Erik, weet je nog, die apostelen die stonden in vuur en vlam? Ja, kom ze weer met die tongen. Ja, schijn me goed, maar het is toch zo prachtig, hè. Ik ben begonnen met streek. Want toen gezegd, Maria wordt opie. Dus ik in de wagen om mijn streek. Nou, natuurlijk, eerst weer een half uur klooien, voordat ik de wagen geparkeerd had. Maar uiteindelijk, 4 euro kwijt. Maar goed, prima. Maakt niks uit. Ik die onze lieve vrouw basilieën. En die basiliek die wordt dus zo. Dan zullen ze dat beeld van die sterren daar zien. En dan zullen ze nu kerstjes aanmaken. En dan kan ze met nu prachtige verhalen. Dan heb ik de auto gepakt, ben ik naar het friethof gegaan. Ik weer het friethof in. Gelukkig koos ik parkeren. Ook weer 4 euro. Maar goed, maakt niet uit. Ik naar binnen bij die sensor. Van Schepig tot de Noordkist. Oh ja? De Noordkist. De kisten gewoon een keer aanhalen. En verhalen van de lui wat hij vertelt. Toen heb ik naar Sittard gegaan. Ja. Paterkamer.